Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in overleg en in samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname, de douane, de NV Luchthavenbeheer en de NV Kanawaima de afgelopen periode een speciale missie uitgevoerd om de strijd tegen de illegale handel van wilde dieren aan te gaan en de capaciteit hiertoe te vergroten. Er is een speciale missie uitgevoerd door de inzet van speurhonden die speciaal zijn getraind om specifiek in Suriname voorkomende wilde dieren en producten ervan, zoals zeeschildpadden en jaguars, op te sporen bij de grensposten en andere controlepunten in Suriname. De eerste missie van inventarisatie van de veldsituatie mag als geslaagd worden beschouwd. De inzet van speurhonden vermindert de hinder die kan ontstaan bij controle en vergroot de pakkans.